strano, li bi kohebino, a li bi lai so meni sorgu giden na insranan. No den tag you awa, e den ki suizranan, pi ala jano man forgiti na pres pe umetan. Sai ni prazeri tu no masridi come ni orto taki absale guinti uno me archi so meni ari psale u atra que fu soso sa u candu ai mi strana mi lobi. Ja, lieve mensen, 5 uur geweest. Hier in Nederland en in Suriname 12 uur. En zoals aangekondigd ga ik de komende minuten in gesprek met meneer Richard Kallu, beste lieve mensen. En zoals eerder aangekondigd, beginnen we de gesprekken hier op de radio met het klaagzang Libi Kontranga Lobby Stradang van meneer Rahmat Ahmad Stam. En dat ter ondersteuning van de grondrechten van de Surinamers die op dit moment toch wel regelmatig met de voeten getreden worden door met name de bewindsleden. En niet zomaar de bewindsleden, politieke toppers. En we hebben niet de indruk dat daar een bepaalde gedragwijziging in optreedt. Integendeel. Wij gaan in de uitzending meneer Richard Kallu halen. Meneer Kallu, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag. Ja, meneer Kallu. Dit nummer gebruiken we tegenwoordig, zetten we in om de gesprekken te voeren ter ondersteuning van toch wel de strijd om respect voor de vrijheid van meningsuiting, de grondrechten in Suriname. En dat als gevolg van toch wel het schofferen door onder andere meneer Brunswijk en de minister van Binnenlandse Zaken van het Surinaamse volk, de mediahuizen. Dat heeft u natuurlijk ook gevolgd. Mag ik u vragen om een reactie daarop? Nou, dat geeft aan wat gebeurt op dit moment, geeft aan de teleurgang van de politici in Suriname. Geeft aan het niveau van de politici voor wat betreft beschaving, voor wat betreft kennis van zaken, voor wat betreft het vermogen en de capaciteit om de problemen van het land op te lossen. Het is bedroevend gesteld eigenlijk met het niveau van de politici. En dat is logisch, omdat degenen die hun voorgegaan zijn, er ook een janboel van hebben gemaakt. En de hoofdoorzaak ligt in het feit dat wij eigenlijk gedwongen onafhankelijk zijn geworden op 25 november 1975. Zonder dat we eigenlijk beschikten over leiders die in staat waren om het land te ontleden, om het land te ontwikkelen, om het land verder te laten groeien. Dus je hebt plukken de zure vruchten van de periode na 1975. En het publiek moet goed bij zichzelf te raden gaan. Ze moeten niet klagen, want klagen heeft geen zin. Ze moeten ervoor zorgen dat ze gaandeweg naar de komende verkiezing gaan stemmen op partijen die niet in de regering zijn geweest. Alle partijen die in de regering zijn geweest, VHP, NPS, PL, NDP, die moet men links laten liggen, want ze hebben hopeloos gefaald. Ja. Ze moeten hun krachten richten op die partijen die nog nooit eerder aan de macht zijn geweest. En hun de gelegenheid geven. Ja. En dan zult u zien dat we misschien verbetering krijgen. Ja, wat u eigenlijk oproept is de kiezer,
Het electoraat moet bij de volgende verkiezingen bewuster gaan stemmen en afstand nemen van de oude politiek, zegt u eigenlijk met zoveel woorden? Ja. Ja, ze moeten dus niet meer stemmen op de oude politiek heeft, ja, ondanks zoveel geld, over met zoveel middelen, hebben ze hopeloos gefaald. Ja. En ze moeten hun mond nu open doen. Ja, en toch roept u de VHP'ers op om nu toch wel in te zetten op voorkomen van schade door de zittende voorzitter, meneer Santokki, weg te sturen. Waarom doet u dat? Nou, het is geen oproep geweest. Het is geweest dat een gesprek met Cliff Limburg, waar ik hem duidelijk heb gemaakt dat in feite meneer Santokki, die brengt de VHP daar waar Venetiaan de NPS gebracht heeft. Op hetzelfde niveau van 2 tot 3 zetels. Ja. Dat komt omdat allebei zijn van de oude politiek. Ja. Allebei hebben geen benul van hoe de economie van Suriname werkt. Allebei hebben geen enkel benul van hoe zij de problemen moeten oplossen. Allebei hebben middelen genoeg gehad om die problemen op te lossen. Vooral Venetiaan heeft voldoende middelen gehad. Maar toen was ook Santokki minister in die regering. Ja. Dus ze hebben niets kunnen doen wat gemaakt heeft dat in feite de kiezer in 2010 gekozen heeft voor de NDP. Ja. Maar, dus ze moeten niet klagen over de NDP dat die grote schulden hebben achtergelaten. Dat is waar. Maar hoe komt het dat de NDP aan de macht gekomen is terwijl zij met zoveel geld aan de macht waren, aan het regeren waren. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Natuurlijk, het is logisch. De samenleving heeft gezien dat zij die regeren en hun loyalisten lekker feest aan het vieren waren en dure auto's rondreden. Ja. Ja. De auto's van de ministers hier zijn 2 tot 3 maal zo duur als de auto's van de ministers in Nederland. Ik bedoel, dit is toch onbeschaft wat onze regering doet. Ja. Dit geeft aan dat men in feite geen benul heeft die kan relativeren en geen enkel idee heeft in wat voor toestand Suriname verkeert. Wat Suriname is, dat Suriname een derde wereldland is, dat we een arm land zijn, dat het grootste gedeelte van de bevolking armoede leiden. Dat geeft aan dat deze politici geen enkel benul daarvan hebben. Ja. Maar voorop de president en zijn adviseur Albert Randien. Die twee, dat zijn de grote boosdoeners. Ja, en u zegt van de VHP'ers moeten maar nu kiezen voor andere leiders. Zou dat de oplossing zijn? Is de VHP nog een partij waar u vertrouwen in heeft? Dat met een ander leider zaken misschien hersteld kunnen worden? Ten goede kunnen keren? Alleen voor al die oude partijen geldt dat alleen vernieuwd leiderschap, vernieuwde inzichten, vernieuwde ideologie, vernieuwde denkrichting, andere wijze van handelen en besturen, alleen dat kan hun in feite wat ze gaan verliezen bij de komende verkiezing doen herstellen. Anders is gaan ze eindigen op de vuilnishoop van de geschiedenis. Ja. Want daar horen ze eigenlijk thuis. Meneer Kalou, aan welke eisen, voorwaarden zou een goede leider moeten voldoen? Wil de VHP weer kans hebben op succes? Wat zijn de criteria die u stelt, waaraan een mogelijk een kanshebber zou moeten voldoen? Nou, in de eerste plaats moet die kanshebber een bewustzijn hebben en begrijpen dat Suriname een derde wereldland is. Ja. Hij moet de economie van Suriname kennen. Hij moet weten wat de economische problemen zijn. En hij moet nagedacht hebben over de oplossingsmodellen om al die problemen, als hij eenmaal aan de macht is, snel te kunnen oplossen. Hij moet niet pas gaan nadenken wanneer hij eenmaal aan de macht is, zoals Santokki gedaan heeft. Die is nog steeds aan het nadenken hoe hij die problemen moet oplossen. Ja. Dat hij alle tijd gehad heeft om na te denken. Ja. Dus een leider moet zich goed bewust zijn van de problemen. Hij moet
ervoor zorgen dat hij een inclusief beleid voert. In die zin van, hij moet doen wat dokter ingenieur Frank Esset gezegd heeft in de jaren 60 en 70. Namelijk mobilisatie van het eigene. We moeten alle positieve krachten in het land verenigen. Dat moet een leider doen. En niet friends and family. Niet in familie en vrienden. Want die kunnen niet presteren. Dat bewijzen ze nu duidelijk, overduidelijk. Ja. En ik denk dat alleen dat kan ervoor zorgen dat die partij met een vernieuwd leiderschap, met vernieuwde inzichten en met een betere inzichten en met een echte ideologie van hoe het land te ontwikkelen, want dat is het punt. Men moet een ideologie, een ontwikkelingsstrategie gaan formuleren. Men moet een ontwikkelingsvisie gaan formuleren. Alleen dan gaan we uit de problemen. En men moet ervoor zorgen dat men die mensen inzet die daartoe in staat zijn en die in staat zijn om een ontwikkelingsplan uit te voeren. Ja. Anders niet. Ja. En daarmee zegt u dat meneer Santokki in aanloop naar de verkiezingsoverwinning zich niet druk heeft gemaakt over de zaken die u benoemt, niet nagedacht heeft over een visie, niet goed nagedacht heeft over de problemen waarmee het land te kampen had toen en welke oplossingsmodellen hij daar tegenover zou moeten plaatsen. Ja, ja, zegt dus u? Dat is het punt. Santokki heeft nagedacht en gehandeld op het niveau van de polderkoelie in ergens in de Bakabini. En hij heeft gedacht, als hij eenmaal daar zit, dan gaat hij lekker gebruik maken van de macht die hij heeft. En vriendjes en familie hier en daar regelen. Dat heeft hij ook gedaan. Ja. Geen minuut aandacht besteed aan de ontwikkelingsproblematiek van het land, aan de ontwikkelingsproblemen. Ja. Ja. Pas toen de massa in beweging kwam, pas toen ze daarover gaan nadenken. Maar dan was het al te laat. Er 2 jaar al voorbij. Ja, dus en nu zijn er al bijna 3 jaar voorbij. Dus hij kan het vegen. Ja. Je zou denken van een partij die al een tientallen jaren toch wel bestaan heeft bestaan. Met een gigantische organisatiegraad. Waarin allerlei disciplines vertegenwoordigd zijn. Onder andere een wetenschappelijk bureau. Dat die toch wel vanuit de partij al dit soort van exercities hadden gepleegd? Of is dat een schijn? Dat is schijn. De enige keer dat het zo realiteit is geweest, was in de periode 87 tot en met 93. Toen was Partap de Kuzun voorzitter van de adviesraad. Ja. En als Partap een advies wilde hebben, dan belde hij me op. En vroeg hij mij om een advies te schrijven voor hem en voor de partij. Dan ging hij daarmee naar de partijvoorzitter. En hij maakte duidelijk aan de partijvoorzitter, dit is voor het voorstel van de adviesraad. Wij willen hebben dat dit beleid wat er nu is, van meneer Venetiaan, dat omgebogen wordt. En zo is dat ook gebeurd. Maar hij was daarin minder succesvol om het Lachman wilde Venetiaan niet loslaten. Ja. En Lachman was een man van de oude orde. Hij was geen echte intellectueel. Hij had ook geen inzicht in de economische problemen van het land. En hij dacht, hij wilde eigenlijk risicoloos, zonder veel risico te nemen, wilde hij in feite blijven zitten in het landsbestuur. Hij wilde het liefst voorzitter blijven van de DNA. En dat gaf de NPS hem altijd. En dat zorgde ervoor dat hij dan 3 keer Venetiaan tot president gemaakt heeft. Lach heeft nooit gezocht naar een Hindustan om die president te maken. Nooit. Ja. Shankar was gekomen door druk van buiten, van internationale instanties. Zo is Shankar president geworden. Want Lach had geen keus. Je kon moeilijk iemand van de NPS president maken. Maar dat heeft hij gedaan. Hij heeft Shankar laten vallen. En heeft toen iemand tot president gemaakt, 3 keer. Die er ook een janboel van gemaakt heeft. Meneer Venetiaan. Die heeft ook meer dan 3,2 miljard Amerikaanse dollar tot zijn beschikking gehad.
Hij heeft niet 1 koopercent besteed, geïnvesteerd in de verdiencapaciteit van het land. Niets. Geen ontwikkeling van de industrie, geen ontwikkeling van de landbouw, geen ontwikkeling van toerisme. Niets is ontwikkeld geworden. Het geld is gewoon verdampt. Ja, moeten we stellen dat, meneer Kalu, als ik u zo beluister, ondanks het feit dat de VHP ook een partij is, vergeleken bij andere partijen, waarin toch wel vooral intellectuelen terug te vinden zijn, mannen vooral, minder mate vrouwen, die allemaal toch wel een historie hebben met een universitaire achtergrond opgedaan hier in Nederland, dat die in hun ontwikkeling onvoldoende uiteindelijk hebben kunnen excelleren, dat ze zijn blijven hangen tot die primitieve staat van dorpse politiek? Dus het kader van de VHP en van de meeste politieke partijen, ze hebben een diploma, maar ze hebben geen verstand. Dat is alles. Waar ze een diploma vandaan hebben, mag God weten. Sommigen hebben een diploma gekocht. Er zijn ministers met een diploma die ze gekocht hebben, want diploma's zijn te koop in Suriname. En de minister van Onderwijs doet er niks aan. Ik zal Henry Olie een keertje aanspreken om daar werk van te maken, want er worden gewoon diploma's verkocht. Dus het punt is, mensen hebben een diploma, maar geen verstand. En ze hebben zich nooit gebogen binnen die politieke partij. Dat is het probleem. Ja. Binnen die politieke partijen. Sinds 1947. Ja. Kijk maar hoe lang geleden. Het is bijna 70 jaar geleden. Sinds toen heeft men zich nooit gebogen over de ontwikkelingsproblematiek van het land. De enige twee die zich daarover gebogen hebben. En daarna waren het mijn persoon en meneer Pertapper de Cushion binnen de VHP. Dat waren dokter Ingenieur Frank Esset en dokter Anders Schuurzetny. Dokter Schuurzetny. Dat waren de enige twee. En die hebben ook geschreven. Die hebben hun visie, hun inzichten ook ter hand gesteld. Ja. En ik heb net een boek van Frank Esset kunnen bemachtigen. Volgens mij een van de weinige boeken die hij geschreven heeft. En zijn visie ligt daarin. Het is niet verheffend, maar hij was tenminste iemand die nagedacht had over de ontwikkeling van het land. Daarna hebben we niets gehad, niks. Ja. Wat je hebt in de oude politieke partijen, NDP voorop, PHP, NPS, de zaagsel, waardeloos. Moet ik daaruit concluderen dat u zegt dat de Surinaamse oude politiek, de oude politieke partijen, niet gestoeld zijn op het bereiken van een hoger doel, lees vanuit bepaalde idealen, maar dat het een samenraapsel van mensen is die allemaal toch wel een persoonlijk belang erop nastreven. En waardoor ze worden gekozen op basis van één feit, ze moeten loyaal zijn aan de voorzitter. Ja. En die voorzitter kijkt welk belang ze hebben. Ze willen allemaal ergens een positie hebben. En dan worden ze beloond als ze de voorzitter ja knikken en de voorzitter bejubelen. Het is net als in de prehistorie. We zijn terug in de prehistorie. Zo wordt die partij gemanaged. Dat is de oude politiek. Daarmee kun je geen land ontwikkelen. Je kunt geen land in deze tijd daarmee ontwikkelen. Ja, nogmaals, er ontbreekt dus een ideologie. Er zijn geen idealisten die proberen toch wel vanuit een bepaalde ambitie, vanuit een bepaalde visie, samen verenigd te werken aan lotsverbetering. Maar dat men meer vanuit het commerciële optiek van de politiek ingaat om er zelf beter van te worden. En dat maakt dat tot nu toe mannen als Santoki en hun VHP niet hebben kunnen bereiken dat inderdaad de mensen waar het om gaat, de burgers die op hen gestemd hebben, dat er voor hen een lotsverbetering optreedt. Omdat ze steeds maar met zichzelf bezig zijn en met de mensen aan wie zij een commitment aan zijn gegaan.
Dat klopt. Ja. Je ziet ook dat ze niet in staat zijn om ook maar één enkel probleem duurzaam op te lossen. Ze hebben een grote mond. Ja, de mediacommissie van de VVP. Dat ze dat schuldenprobleem opgelost hebben. Terwijl dat bullshit is. Het enige wat ze gedaan hebben is dat schuldenprobleem verschuiven in de toekomst. Waarbij zij eigenlijk een groot deel van de opbrengsten uit aardolie al gesedeerd hebben. Aan de mensen in Amerika, de schuldeisers in Amerika. En met andere woorden, we gaan dus minder krijgen ontvangen uit de olie voor de kust als die ooit ontgonnen wordt. Ja. Met andere woorden, men houdt de boel voor de gek. En vooral men houdt vooral zichzelf voor de gek. Want men denkt dat we niet merken, dat we niet weten wat er aan de hand is. Ja. Het punt is, je merkt, de burger merkt in feite dat er in het land er een uitzichtloze toestand is. Er is geen werkverschaffing. Er worden geen productieprojecten opgezet. Er is geen ontwikkeling. Er is niets. Dus ze zien geen nieuwe fabrieken verschijnen. Ze zien geen nieuwe arealen ontgonnen worden. Ze zien geen uitbreiding van de reisareaal. Ze zien niets. Ja. Er gebeurt niks. Maar het enige wat men doet, is het opmaken van de begroting. Klaar is Kees. Ja. Maar meneer Kalu, we zitten dus nu al, sinds dat in Suriname de vrije verkiezingen mogelijk zijn geworden, de actieve en de passieve, het passieve kiesrecht, zitten we nu toch zo, denk ik, om en bij 70 jaar verder. Je zou verwachten dat, toch met de opkomende generaties, ook in Suriname, uiteindelijk een enige verschuiving optreedt. Dat de kritische geesten uiteindelijk in die samenleving zich gaan wortelen en dat die toch wel hun stem laten horen en inzetten op verandering, vernieuwing. Waar is het innovatieve impuls? Waarom is dat er nooit zichtbaar geworden in dat land? Waarom is dat nooit van de grond gekomen? Omdat in feite de oude politieke overheersende door het kiesstelsel, vergeet niet het kiesstelsel. Het kiesstelsel heeft ervoor gezorgd dat een etnische groep altijd bevoordeeld is geworden, 70 jaar lang. En heeft ervoor gezorgd dat de oude politiek ook in feite een machtspositie had, waardoor in feite nieuwe partijen, kleine partijen, al hadden ze voldoende zetels bij een landelijke evenredigheid. Al hadden ze voldoende stemmen om bij een landelijke evenredigheid 1 tot 2 zetels te krijgen. Ze kregen met het huidige systeem 0 zetels. Ja. Dus een doorbraak of verandering kwam er nooit. Ja. En het punt is dat in feite het intellectueel niveau is constant gaan dalen. Omdat vanuit de kant van de politiek, van de kant van de politieke leiders, die deelden geen kritiek. Ja. Onze politieke leiders zijn echt primitieve, hoe heb ik het genoemd, inboorling stamhoofden. Ja. Dat zijn opportunisten. Dat zijn primitieve inboorling stamhoofden, die in feite alleen maar opdrachten geven en geen commentaar willen hebben. Ja. En ze kunnen daardoor ook geen discussie voeren en dus ook geen discussie leiden over hoe het land te ontwikkelen, over hoe de problemen op te lossen. Kunnen dat niet. Ja. Kunnen de leiders opportunisten noemen? Die met iedereen in zee kunnen willen gaan en kunnen gaan. Als maar hun belang gediend is. En het moreel besef is bij hen slecht ontwikkeld, zegt u? Het algemeen belang is bij hun nul. Ja. Het algemeen belang is nul bij hun nul. Hun bewustzijn van wat hun taak is als leider van een ontwikkelingsland is ook nul tot negatief. Ja. Met andere woorden, het zijn geen leiders, het zijn belazeraars. Ja. Voor de gekhouders. Die mensen voor de gek houden. Alleen maar om een positie te verwerpen. Ja. Om eigenlijk zelf financieel er beter van te worden. Door toekomst van de grootmaatschappijen. Door toekomst van anderen. En eigenlijk door allerlei toestanden. Vandaar dus dat er geen echte investeerders naar Suriname komen. Ja. Alleen maar chukwu-ondernemers komen naar Suriname. Ja. Oké. U zei net, hè,
dat het kiesstelsel eigenlijk de boosdoener is geweest tot nu toe, waardoor vernieuwende inzichten geen kans heeft kunnen krijgen. Ik heb begrepen dat er nu een meerderheid is in het parlement om te komen tot een nieuw kiesstelsel. Dat betekent landelijk evenredigheid, één district, met one man, one vote, one value principe. Is dat nu het systeem dat voor die vernieuwing zou kunnen zorg dragen, zegt u? Want ik hoor u zeggen... Als dat gerealiseerd wordt, ja, dan is dat alvast een eerste goede grote stap. Ja. De tweede stap is in feite de grondwet aan de prullenband. Ja. Omdat wij het regeersysteem hebben, niet alleen het kiessysteem, ja, dat vruikend was, maar we hebben ook een regeersysteem dat ervoor zorgt dat er geen ontwikkeling tot stand komt, want we hebben een president die alle macht heeft en die, als hij geen verstand heeft, en dat hebben de meeste van hun niet gehad, vanaf Venetiaan tot Moutussen tot Santokki, die hebben dat verstand niet gehad om het land te ontwikkelen. Dus als ze het verstand niet hebben, dan gebeurt er geen moer voor wat betreft ontwikkeling van het land. Dus je moet een ander bestuurssysteem hebben dan wat wij hebben nu. Een presidentieel systeem waarbij de kleine partijen, eigenlijk wat geen enkele partij kan, 2/3 meerderheid halen. Ja. Dus een partij had een aantal zetels, 8 tot 10. Met behulp van de andere partijen kiezen ze een president. Maar op dat moment dat ze die president kiezen, geven ze eigenlijk alle macht uit handen. Op dat moment heeft de president alle macht en heeft hij hun niet meer nodig. Ze mogen alleen in de DNA meestemmen. En ja, knikken, punt uit. Verder worden ze niet gekend door de president. Met andere woorden, dit systeem moest zo snel mogelijk op de helling. Ja. Dit regeersysteem. Ja. Zo snel mogelijk. En wat u zegt is dat... Ja. Het is duidelijk dat dit systeem door de wijze waarop ze in elkaar zit, een president die in feite absolute macht heeft, zo'n systeem kan in een ontwikkelingsland nooit ontwikkeling tot stand kunnen brengen. Tenzij je een zeer verlicht persoon hebt die president wordt. Ja. Als je een zeer verlicht persoon hebt die president wordt, dan pas. Ja. Maar ja, ik zie die verlichte mensen niet in dit land hoor. Ja. Heeft het systeem ervoor gezorgd dat uiteindelijk in een democratisch land democratisch een dictator is gekozen die eigenlijk alle macht naar zich toe kan trekken en heeft getrokken? Nee, dus de grondwet geeft hem alle macht. Dat is het hele punt. Ja, maar ik hoorde meneer Fernandes Mendes, u kent hem ook, of ik heb hem niet goed begrepen, maar zeggen dat bij grondwet is geregeld dat uiteindelijk toch het parlement het laatste woord heeft en een president uiteindelijk op het matje kan roepen en president ook weg zou kunnen sturen. Alleen parlementariërs hebben het niet in de gaten dat zij die macht hebben. Klopt dat wel? Dus er zijn twee zaken en meneer Fernandes Mendes zit te lang in Nederland. Dus hij woont onder Nederlandse omstandigheden. Ja. En voor wat betreft Suriname zit hij zijn hoofd zitten in de wolken. Omdat de realiteit is dat door de ondemocratische structuur van die partijen, dat de partijvoorzitter die dan president wordt, dat die ervoor zorgt dat hij alleen maar loyalisten, ja, minister maakt, et cetera. En dat alleen maar loyalisten in het parlement komen. Ja. En die loyalisten gaan nooit in feite de president ter verantwoording roepen. Nooit, never. Ja. Ja, en dus, niet, ja, alleen dat, het is mogelijk om met 50% plus 1 de president af te zetten, maar dat is alleen gebeurd dankzij de BVD, ja, toen Weidenbos president was. Ja, dus toen is er een, ja, motie aangenomen om in feite Weidenbos, een motie van wantrouwen tegen Weidenbos. Ja. Dus toen is Weidenbos, ja, moest hij bedanken. Ja. Maar dan nog is het zo, ja, ik pas bedank dat hij een deal had gemaakt met de oude politiek, met de NPS en de VHP, om nog een jaar aan te blijven. In die jaar en dat jaar heeft hij alle gelegenheid gehad om te rotzooien met de begroting. En dat kon hij doen omdat de president zijn eigen ontslagresolutie moet tekenen. Dus het parlement kan hem afzetten,
Maar de president kan eigenlijk die hele ontslagresolutie naast zich neerleggen. Want hij moet zelf zijn eigen ontslag tekenen. Wat niet zo is, bijvoorbeeld in het echte presidentieel systeem. Ja. In Amerika, daar beslist de volksvertegenwoordiging, het congres. Die beslissen over alle formele belangrijke zaken. Wie wordt PG, wie wordt minister, wie wordt ambassadeur. Alle belangrijke beslissingen is niet voorbehouden aan de president. Is voorbehouden aan het congres. En als het congres daar een wet aanneemt, dan is het niet de president die die wet moet publiceren. Nee, het congres publiceert zelf die wet. En die wet krijgt dan daardoor rechtskracht. In Suriname moet je wachten op de president. En als de president het niet leuk vindt, dan publiceert hij die wet niet. Klaar is Kees. Dus we moeten eigenlijk die hele grondwet zo snel mogelijk naar de parlement gooien. Zo snel mogelijk in de prullenmand. Ja, maar denkt u dat deze president dat gaat organiseren? Deze president gaat niks doen. Ja. En de volksvertegenwoordiging? Met moeite. Alleen omdat het constitutioneel hof zo dapper was geweest. Om in feite het kiesstelsel te verklaren als niet valide. In tegenstrijd met verdragen en de grondwet. Alleen omdat zij zo dapper waren om het kiesstelsel eigenlijk naar de vuilnishoop te sturen, hebben wij dus nu een nieuw kiesstelsel ter discussie. Ja. Maar het is niet van harte gegaan van de politiek. Nee. Dat die blijven inboorling stamhoofden. Dat blijven primitieve mensen die in de politiek als land regeren. Ja. Onthoud dat goed. Ja. Het zijn zeer primitieve mensen, laag ontwikkeld. Laag niveau van bewustzijn. En daar mag je geen verandering, vernieuwing, innovatieve acties verwachten. In de zin van het wijzigen van de grondwet. Waardoor het voldoet aan de democratische principes. Met betrekking tot de positie van de president. Het kiezen, het ontslaan en de bevoegdheden van de president. Dat verwacht u niet. Dat in deze tijd, op korte termijn, dat in Suriname mogelijk zal zijn. Nee, dat gaat niet mogelijk zijn. Ja. Is er dan nog een want ander? De president vindt zichzelf een geweldigheid, want hij kan beslissen. Maar aangezien macht zonder verstand leidt tot vernietiging. Dus we hebben alleen maar vernietiging gehad. Zo simpel is het. Ja, maar dat zal zo blijven, heb ik de indruk, als ik u zo hoor. Dit gaat zo blijven zolang wij zowel het kiesstelsel niet veranderen, als in feite het bestuurssysteem niet veranderen. Ja. Maar met die principeloze parlementariërs, die zouden misschien druk kunnen uitoefenen, hè, als ze principes zouden hebben, maar die heb je niet. Want het dualisme telt niet in Suriname. De regering en de coalitie, die zitten eigenlijk op één stoel. Kortom, het is een doodlopende weg op dit punt. Ja, het is een doodlopende weg. Alleen de kiezer kan in feite bij de komende verkiezingen daarin verandering brengen. En door te kiezen op politici die nog niet besmet zijn door de oude politiek. En die inderdaad heeft u daar voorbeelden van? Wie zijn de politici die mogelijk het verschil zouden kunnen gaan maken bij de komende verkiezingen? En, nou, er zijn een heleboel. Ja. Een heleboel kleine partijen. Ja. 4-5 kleine partijen. Ja. En als die een voet tussen de deur kunnen krijgen, dan kunnen ze eisen veranderingen. En dan kan je krijgen dat je niet iemand als een Tokyo president krijgt, of dat iemand van de NDP president wordt. Dat is het verschil. Ja, en dan moeten we het zoeken in de richting van DA 91 of 20 of een ander? Er zijn een heleboel van die kleine partijen, 2-3. Stuks, de Nieuwe Leeuw, Roy Bicardi, noem maar op. Ja, dat zijn de potentiële kandidaten waarvan u zegt dat die mogelijk toch wel weer, die verandering zouden kunnen bewerkstelligen. Ja, dus die hebben de mogelijkheid. En er zullen nog meer partijen komen, pas op. Ja, maar de tijd is kort, hè? Ik bedoel, we hebben hoeveel? Effectief nog 2 jaar te gaan? Maak je geen zorgen, je kunt de partij binnen een paar maanden
ja, kun je hem opzetten en draaien. Dat is geen probleem. Ja, nou ja, ik heb begrepen dat de president daar ook nog een rol in heeft. Hè. U kunt wel een partij oprichten, maar dan moet je statuten passeren en die statuten moeten nog getekend worden door de president. Nou ja, als Roy Bicari of wie dan ook een bedreiging vormt voor de president, dan zal hij toch wel dat document heel lang in een lade laten liggen. En dan heb dus het... dat weet ik niet of die statuten de goedkeuring van de president nodig hebben. Dat moet ik even uitzoeken. Ja, maar zo werkt het. Volgens mij werkt het zo in Suriname. Als ik het goed begrepen heb. Statuten, de politieke partijse vereniging. Ja. En de vereniging, de statuten van de vereniging worden door het bureau wetgeving van justitie en politie goedgekeurd. Oké. Klaar, die hoeven niet naar het kabinet. En de mensen die daar toen het voor zeggen hadden, ja. Een van die mensen zit nu bij de rechtelijke wacht. Ze weten bliksems goed hoe de zaak in elkaar zit. Ja. Dus als iemand problemen heeft en zijn stukken blijven liggen, dan gaat hij gewoon naar de rechter. Ja, oké. Okay. Maar goed, nogmaals, gelet op de tijd, hè? Nog 2 jaar. Het volk moet weten waarop men moet gaan kiezen. En dan moet ze dus nu zich nog, men moet zich presenteren. En als je daar te lang mee wacht, ben ik bang dat je dan een achterhoede strijd gaat voeren. Nou, het punt is, de oude politiek maakt propaganda voor hen. Je ziet, de oude politiek durft niet het veld op te gaan. Maar ze zijn bang dat ze met rotte eieren en bedorven tomaten bekogeld gaan worden. Ja. Ja, ja. Ze durven niet campagne te voeren. Ja, ja. U denkt dat ze niet als vorige keer nog de wijken in zullen stappen om daar de mensen te vragen op hen te stemmen? Ze gaan het wel proberen, maar ze gaan weggejaagd worden. Ja, ja, ja. Nou ja, we hebben gezien dat er een aanzet is gemaakt om toch wel weer zielen te winnen. Vorige week was er een diaspora-conferentie in Suriname. Waarvan ik denk dat de president dat doet met het oog op de volgende verkiezingen. En hij begint al toch wel te prediken dat hij Suriname wil redden met 1 miljoen mensen. Die, waarvan hij een groot deel, 3 jaar lang, compleet heeft genegeerd. En toch zie je dat de zogenaamde voormannen van die diaspora uiteindelijk nu, 3 jaar later, ondanks het feit dat het een totaal mislukte initiatief was hier in Nederland, dat ze zich weer toch wel scharen achter de zittende president en de voorzitter van de VAP. Is het niet zo dat de Surinamers kort van geheugen zijn en dat ze heel snel weer achter hun leider gaan lopen als ze weer ruiken dat dus, er wat te vallen? Dus kijk, Fred. Ja. De mensen die het Diaspora Instituut leiden in Nederland zijn ook loyalisten van de president. Ja. Het Diaspora Instituut is door loyalisten van de president opgericht. Maar onthoud één ding, er gaat niks van terechtkomen. Nee, niet, nooit niet. Omdat de president nooit echt gewerkt heeft. Hij kan niet organiseren, hij kan niet plannen, hij kan niet managen. Want je moet een plan hebben. Waar ga je die mensen inzetten? Waarvoor? Ja, daarvoor moet je plannen hebben. En die dingen moeten concreet zijn. Dus als je mensen wil gaan inzetten, ik heb ontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Als ik geen mensen genoeg had, geen kader had, ging ik mensen werven via advertentie in Nederland, advertentie in intermediair. En dan kreeg ik naar Nederland om sollicitatiegesprekken te voeren. En zo bied ik mensen aan om het werk te doen hier. Maar ik had een plan en zo precies klaar wat die mensen moesten doen, welke functies zouden krijgen en wat het werk was. Maar er is niks. Er is niets op het gebied van ontwikkeling van het land. Dus waar ga je die mensen inzetten? Ga je ze gewoon laten zitten billen poetsen? Naast die 60.000 mensen die nu aan het billen poetsen zijn, moet er nog eigenlijk... Hoeveel? 300.000 uit Nederland komen om te billen poetsen hier in Suriname. Ja, maar we weten dat Santokki daar weinig van meent. Hè? We hebben 3 jaar lang gezien dat hij toch wel onvoldoende tot bijna helemaal niet de mogelijkheden heeft benut
vanuit Nederland om een bijdrage te leveren ter ontwikkeling van het land, ter ondersteuning van het bestuur. Omdat je het verstand niet heeft. Ja. Dat is het punt. Ja. Als je iemand hebt die zoveel macht heeft, ja, en die de machtigste positie bekleedt in het land, een president. Als je een domme president hebt, dan moet je niks verwachten van de ontwikkeling. Ja. Zo simpel is het. Ja. Dus wie een domme president kiest, die zorgt voor dat hij gaat creperen. Ja. En de tsunamis moeten dat nog een keertje gaan begrijpen. Ja, 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 duidelijk. Nou, je wilt zien, inderdaad, zoals u dat zegt, hè, die realisten, die draven op en die komen erbij staan als toch wel belangrijke mensen. Die vinden dat ze nog altijd een rol te vervullen hebben in Suriname. Maar kennelijk gaat het ook bij hen om hun eigen ego en minder om het hoger doel, namelijk het dienen van het belang van de Surinamers in algemene zin. Ja, iedereen heeft waarschijnlijk... Nou kijk, ze kregen allemaal een gratis ticket naar Suriname en terug. Ja. Ja, gratis logie, et cetera. Ja. En that's it. En daar ze kunnen vakantie houden een week lang, klaar is Kees. Ja. Daarmee worden ze dus een beetje toch wel omgekocht, geaaid en gepaaid. En ze verkopen zichzelf om een vliegticket en een verblijf en eten en noem maar op in Suriname. Meneer Kalu, ik laat die kwestie rondom die diaspora. Ik heb ook mijn hart hoofd in hoeverre dat din gebeuren hier nog iets van betekenis zal zijn. Ik hoorde meneer Santoki daar heel lovend over zich uiten. En alsof dat project rondom diaspora kapitaal een succes is geworden. Hebt u wat geld zien komen richting Suriname? Heeft u... Ja. Ja? Ik heb gezien, Nederland heeft gestort op mijn rekening. Ja, kijk, u krijgt waarschijnlijk pensioen vanuit Nederland of zo. WAO. Nee, maar serieus, heeft de diaspora kapitaal gestort ergens op een kapitaal, op een rekening? Nee, toch? Nee, natuurlijk niet. Die man, het zijn voor een groot deel armoedslaaiers ook. Hier in Nederland. Wat gaan ze, wat gaan ze hier storten? Ja. Ik ken een groot aantal van ze. Ja. Ja, de ene die was in de laatste in Den Haag. Een bestuurslid in hoe heet zo'n ding? Wethouder, no? Of zo. Ja? Ja, en die heeft zijn zoon geregeld hier in Suriname. Die zoon had er die ancelaris. Ja. Oh ja, nee, hij was geen wethouder. U bedoelt meneer Bississer? Ja. Ja, nee, hij was geen wethouder. Maar nee. hij was wel voorzitter van de VHP in Nederland ooit. Ja, hij was voorzitter. Ja, ik heb hem heel vaak ontmoet. Ja. Dus ik ken hem heel goed. Ja. Ja, maar ik bedoel, die zoon duurde nergens voor. En die had een voorname positie hier. En verdiende behoorlijk wat geld. Terwijl hij nog niet eens afgestudeerd was. Moet je nagaan. Dat soort rotzooi kregen wij. Omdat we een president hebben die niet weet hoe het hoort. Ja. Ja, ook op dat vlak, hè, diaspora en nepotisme, friends and family. Dat was ook waarschijnlijk ook uiteindelijk... het adagium om mensen in te zetten in Suriname, zodat vrienden die hier ooit tasjesdragers waren en onderdak boden in de tijd dat de voorzitter van de VHP geen president was, nou ja, die ambassadeur zijn geworden in Nederland. Maar voor de rest, de echte competente, integere, deskundige Surinamers, die inderdaad iets zouden kunnen betekenen, die zijn finaal links gelaten. Meneer Kalu, ik ga een overstap maken naar een ander onderwerp waar heel veel om te doen is. Ik heb begrepen dat er een pand is, een gebouw in aanbouw, waarin de politie in ondergebracht moet worden. Het gaat om het hoofdbureau van politie. En daar is inmiddels toch wel een deel van het gebouw in aanbouw geweest, waar bijna 3 miljoen of 3,5 miljoen US dollar in of aan verspijkerd is. En deze regering, waaronder Noor Mohammed van de OV, heeft besloten de pand te slopen. Ik heb heel wat critici erover zien schrijven, waaronder ene meneer ingenieur Moengra, die zegt van dat is een hele onzinnig plan om dat gebouw te slopen. Maar dat is alleen maar kapitaalvernietiging. Je moet dat gebouw gewoon afmaken. Want ja, je kunt toch wel beter het geld in deze moeilijke tijd maar één keer goed besteden. En dan, vooral voor die zaken die ook om geld vragen. Wat vindt u van de kritiek die er is op het voornemen om dat pand te slopen?
Nou, de mensen moeten naar de pand goed kijken. Dan zien zij de prestatie van de huidige president. Want hij heeft de bouw van dat pand begeleid. Hij geïnitieerd. Hij had 780 miljoen euro tot zijn beschikking. Hij heeft een paar pokken politiebureaus heeft hij hier en daar neergezet. En de VHP vond hem een geweldigheid. Zo heeft hij ook, is hij aangevangen met de bouw van het nieuwe politiebureau. Ja, uit ontwikkelingshulp. En dat is gestopt geworden. Omwege een aantal redenen mij niet duidelijk. En Venetiaan heeft het ook niet gecontinueerd. Ik weet ook niet waarom. Maar een gebouw zoals ik daar zie, de constructie, de fundatie, die gaan mee voor een minimale periode van 50 tot 75 jaar. Zonder problemen. Dus je kunt, om dat gebouw te slopen, is terecht wat opgemerkt wordt, in feite kapitaalvernietiging. U zegt het gebouw kan in deze staat van bouw, techniek enzovoorts, 50 tot 75 jaar mee, zegt u dat? Ja, ja. Het is, wat staat is in feite het gebouw niet, maar de constructie van het gebouw staat. Ja, klopt. Ja, dat staat. Ja, ja. En een betonen constructie van die kwaliteit gaat lang mee. Ja. Ja. Gebouwen hebben een levensduur van tussen de 50 en 75 jaar. En als je dus nu ernaar gaat kijken en je neemt een kundige, bouwkundige, ingenieur erbij, dan kan hij kijken en zien en hij kan met meetapparatuur kijken hoe stevig het beton nog is. Ja, ja. Want daarvoor heb je tegenwoordig heel makkelijke apparaten om dwars door muren heen te kunnen meten. Van hoe stevig is die muur, hoe stevig is het fundament, hoe staat het met het beton, hoe staat het met de betonijzer in het beton, et cetera. En dan kan men in feite dat repareren en in feite het gebouw gewoon afmaken, punt uit, klaar. Ja, de voorzitter van de presidentiële werkgroep, bouw, hoofdbureau politie, meneer Gourdeaal zegt, in tegenstelling tot wat u zegt, dat de aspecten van veiligheid en duurzaamheid, bouwtijd, de redenen zijn waarom het rechtvaardig om het om zeg dus maar die Fred ja. Arkibo. Ja. Gourdeaal is een nietsnut op dat gebied. Hij snapt er geen hol van. Hij weet niet waar het om gaat. Is hij bouwkundig ingenieur? Nee, toch? Nou ja, de minister toch wel, Riyad Noor Mohammed, die is toch... Ja, Noor Mohammed is ook een soort bouwkundig ingenieur. Ik moet zijn diploma ook nog een keertje goed bekijken. Ja, ja. Ja, want ik weet niet waar hij gestudeerd heeft, niet in Delft. Ja, nou ja, volgens mij is hij hier gepromoveerd, toch? Ik weet niet, ik denk dat hij in Suriname is gepromoveerd. Oké, ja, nou, dat zou goed kunnen, u weet het beter dan ik. Maar u heeft twijfels bij maar, de... Maar, dus, dat zijn mensen die in feite... Ja, die heeft altijd in feite op ADEC gezeten, op de universiteit gezeten. En is niet verder gekomen dan zijn bureau. Dus die man heeft nooit zelf ook iets gebouwd. Dus de mensen die dus nu rondom de president zitten, het kader wat hij om zich heen verzameld heeft, is van lage kwaliteit. Ja. Is een niveau... tientallen niveaus lager dan wat we gehad hebben in de jaren 60 en 70. Ja. Nou snap ik één ding. Ik bedoel, je kunt dit soort mensen toch niet vergelijken met de ingenieurs uit Delft en uit Wageningen die we gehad hebben. Ja, ja, ja. Meneer Kalou, ik snap één ding niet. Hè? Dezezelfde Riyad Noor Mohammed, die klaagt steen en been over gebrek aan geld. Waardoor hij niet in staat is, toch wel de grote problemen waar zijn departement voor staat om die op te lossen. Je zou toch verwachten dat juist deze man, wanneer het gaat om een begroting van, nou ja, een bedrag dat reikt naar de 9 tot 12,5 miljoen US dollar. Waarbij nu zeker, nou ja, toch wel
op zijn minst de helft van dat bedrag verloren kapitaal is als men het sloopt. Die zou toch wat kritischer en misschien toch wel wat strategischer met dit project moeten willen omgaan om geld over te houden. Zodat hij die wegen en de gaten in die wegen zou kunnen gaan rehabiliteren. Dit is toch een beetje paradoxaal. Dus kijk, het punt is, mensen die hun leven lang echt gewerkt hebben, op het veld, in de polder, in de fabriek, ja, in de praktijk, en niet hun leven lang achter een bureau gezeten hebben, die kunnen die afwegingen maken en die kunnen direct zien wat ze moeten doen. En wat we hebben nu zijn in feite mensen die hun leven lang achter een bureau gezeten hebben, vanaf Albert Ramdien tot dit soort figuren, ja, die nu topposities bekleden en die ons allerlei sprookjes komen vertellen. Ja. Er zijn boze tongen die beweren, hè, dat al die verhalen over duurzaamheid en veiligheid misleidend zijn, maar dat het gaat om een andere agenda. Gelooft u dat? Dus kijk, als men zo graag dat wil slopen, dan kan het niet anders zijn dat er ergens een contract ligt voor iemand, ja, om dat werk te doen. Ja. En nog een contract om een ander gebouw neer te zetten. Dus twee contracten. Ja. Met Hirtjuku. Ja, ja. Ja, dat is de agenda. Als men zo graag dat gebouw wil slopen, en elk werkdenkend mens die zou dat niet doen, als men dat wil doen, dan is corruptie de verborgen agenda. Zo simpel is het. Ja, ja. Die vermoeden heeft u ook? Ja, want ik zie geen rationeel reden in om te slopen. Ja. En er kan maar één zijn dat ze onderling ergens een jankpad toe aan het creëren zijn. En wat eigenlijk de feitelijke reden is om dat gebouw daar te slopen. En ze daar financieel beter van te worden. Ja. Ja, terwijl zorg, dan heb ik over de ziekenhuizen, de bemensing van de polyklinieken, het toerusten van de polyklinieken en de ziekenhuizen, de staat van onderhoud van die wegen, toch wel, dat bedrag beter zouden kunnen benutten om het hoger doel te bedienen. Namelijk, de Surinaamse bevolking die de stem hebben gegeven aan deze mannen, en vrouwen, dat ze vandaag president zijn, minister zijn, parlementariërs, om hen te dienen en hen een beter leven te geven. Ze hebben geen benul van wat ze moeten doen. Het is toch volksverhaal? Ze weten, het is gewoon, ze hebben nooit echt gewerkt, dus ze hebben geen benul van wat ze moeten doen. Ze weten niet waar ze moeten saneren, ze weten niet waar ze moeten reorganiseren, ze weten niet wat ze moeten doen. Zo simpel is het. Maar meneer Kalu, het is toch duidelijk, als die agenda duidelijk is wat u zegt, dan hoef je niet te weten van wat je moet bezuinigen. Je weet dat het geld het beste kan worden geallockeerd aan die posten waar je als overheid niet toekomt aan het uitvoeren van je overheidstaak. Dan hoef je geen ingewikkelde wiskunde voor gestudeerd te hebben. Dat weet waarschijnlijk ook het kind van de brugklas, toch? En dat deze mensen dan dat zeg maar terzijde schuiven, hun eigen belang vooruit schuiven, is dat niet het grote probleem waar wij het met elkaar over hadden? Dat we te maken hebben met niet-idealisten, politici die politiek in zijn gegaan om een hoger doel te dienen, namelijk het lotsverbetering van mensen, maar om hun eigen portemonnee te vetten? Dat is de inborst van de huidige politici. En zeker van de mensen die in de regering zitten. Ze doen het niet. Ze hebben geen ideologie. Ze hebben geen denken. Geen plan. Om in feite verheffing van land en volk te realiseren. Ze zitten daar alleen voor hun eigen belang. Punt uit. Klaar is Kees. Ja. Wat jammer is op zich. Maar goed. Het is aan de kiezers, zoals u zegt, ja, om daarmee af te rekenen. En te voorkomen dat deze mensen hun lot en hun toekomst gaan bepalen. Niet alleen maar van hun, maar dat ook van hun kindskinderen. Dan meneer Kalu, nog een issue waarvan ik weet dat u toch wel daar zo'n beetje de initiator van bent geweest.
En dat is het palmolieproject in Patamaca. Ik lees een artikel van de week waarin staat dat er weer een studie gaande is met het doel om dat project weer van de grond te tillen. Neem aan dat dat u niet voorbij is gegaan. Is dat weer een kans? Hebben ze u benaderd om daarin hen bij te staan? Dus kijk, dat project is een Chukwu-project geweest van begin af aan. Ja. En de Chinezen hebben Venetiaan gepakt. Nou, de Chinezen hebben Venetiaan 100 keer gepakt. En toen Venetiaan ging onderhandelen met de Chinezen in Peking, toen hebben Subhas Mungra en ik op een bijeenkomst in het Lalaruk-gebouw gezet. Je moet mensen sturen om te dealen die in staat zijn om te dealen met mensen met duizenden jaren cultuur. En wanneer mensen geen ervaring hebben met duizenden jaren cultuur, moet je ze niet sturen. Dus de Chinezen hebben de Venetiaan weer gepakt. En meneer Gangaram Pandey, Gita Gangaram Pandey, is gehaast, gerend naar de DNA om het project van China en Shanghai Tai te promoten en hun een concessie te geven van 50.000 hectare. Of 55.000 hectare. Dus binnen een paar weken was dat beklonken. Tot op heden is er geen 1 milligram olie geproduceerd. Ik heb vanaf het begin daarover geschreven dat het project een oplichtersproject was, dat China Shanghai Tai een houtbedrijf was en dat het hun te doen was om hout en niet om, hoe heet het weer? Palmolie. Ja, maar goed, diezelfde persoon, Gita Prasad Gangaram Pandey, staat aan de leiding van dus die werkgroep die een evaluatie moet gaan plegen. Het is een stuurgroep ontwikkeling palmolie, industrie, marijuana. En die moet onderzoek verrichten naar de continuering van het palmolieproject in het Patamaca gebied. U bent van de hoed en de rand op de hoogte. Die kennis is in huis. Dat zou je verwachten dat ze toch wel ook bij u te raden zouden komen. Om tijd te nemen. Omdat ik kritiek heb gehad op het project. Ja. Dat het een oplichtingsproject was. Ja, toen. Nu toch niet meer? Nee, het gaat nog door. Okay. Dat is het punt. Oké, het is continuïteit. Het punt van, is, het punt is, even 1 minuut. Ja, gaat u gang. Doe maar rustig aan. Ja, wacht even 1 minuut op meneer Kallu, tot hij terug is, beste lieve mensen. Ondertussen laat ik u, dat gaan we niet doen. Ik dacht, ik laat u een stuk van dat nummer horen van meneer... Ja, hallo. Ja, gaat u gang meneer Kallu, verder. Ja. Dus het punt is dat de makelaar van de gemeente, dat een makelaar hier is, de migratie, de import, van Chinezen in Suriname geregeld heeft, Mr. Ma, die zou ervoor gezorgd hebben dat China Shanghai Tai voorlopig tot de verkiezingen niets gebeurt. Het mandaat van die werkgroep is, ze hebben de tijd tot na de verkiezingen om te vertellen wat er moet gebeuren om eindelijk. Dat is het, de trafiek van die ding, dat is het lachwekkende, dat is de belasterij van die ding. Dezelfde mensen die het project beoordeeld hebben en goedgekeurd hebben. En China Shanghai Tai 55.000 hectare hebben gegeven om palmolie te planten, om oliepalm te planten. Dezelfde mensen gaan nu evalueren wat er gebeurd is. Terwijl zij de vader en de moeder zijn van die rotzooi. Dus in plaats van dat, dus je gaat nooit een objectief oordeel krijgen. Daarop gaan ze mij nooit benaderen, nooit van ze leven. Want ze weten hoe ik sta tegenover dit project. Het is een belazerd project. Ja, ja. De Chinezen hebben invloed op de president. Mr. Ba heeft invloed op de president. Ja. En die zorgt ervoor dat in feite de China Shanghai Tai zijn gang kan gaan, punt uit, klaar is, Kees. Ja,
Nou ja, die groep is inderdaad ingesteld voor voor de duur van 3 jaar. Maar de Ik president. bedoel, je hebt toch geen 3 jaar nodig om zoiets te evalueren? Je bent binnen een week klaar. Ja. Maar ze zullen op korte termijn toch wel een terugkoppeling doen naar de president toe. Van de bevindingen die men tot nu toe heeft gedaan. En ik heb begrepen dat ze nu al gesprekken voeren met de Chinezen. Dat is de China Zhongheng Tai Investment Co. Limited. En er zijn ook inmiddels documenten bij elkaar verzameld. En men gaat op basis van die informatie de komende week een vervolgbespreking organiseren. Zegt meneer Gangaram Pandey. En het zal naar zijn zeggen een langdurig proces worden. Maar zal binnen 2 maanden alvast een rapportage aan de president worden gedaan. Dus kijk, ja? Bij deze mensen die nooit echt gewerkt hebben, nee. Is het langdurig. Nooit langdurig? Iets wat in een dag kan doen, ja? Dan zijn je 20 jaar over. Ja, oké. Okay. Dat is... Zo simpel is het. Ja, dat is... Het is allemaal belasterij, het verhaal wat je vertelt van rapportage, dit, rapportage, dat, is allemaal belasterij. Ja, u heeft er geen vertrouwen in, zegt u. Klinkt zo. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ja. Het zijn dezelfde mensen die de rommel voorgesteld hebben en goedgekeurd hebben. Ja. Terwijl ik kritiek heb geleverd in de ware tijd. Ja. En zeker 3 artikelen er heb gewerkt. Ja, ik heb ze gelezen. Dat het allemaal uitverkoop was. En dat het niet zou werken en dat bedrijf geen oliepalenbedrijf was. Ja. Men is compleet daaraan voorbij gegaan. En u heeft het idee dat er een voortzetting is van wat toen... zich in 2004, dacht ik, heeft voorgedaan en daarna. Dat idee heeft u? Nou, mijn idee is dat ze dus in feite... Hij doet nu houtactiviteiten in dat gebied. Ja. Dus hij gaat doorgaan tot na de verkiezing. Ja. En dan gaat hij... Daarom ze daar... De nieuwe regering moet kijken wat ze gaan doen. Ja. Maar die overeenkomst van 16 januari 2004... daar was toch duidelijk in opgenomen dat er een palmoliebedrijf daar zou... Ja, die overeenkomst had al lang opgedoekt moeten worden, klaar is Kees. Ja. En China zei altijd had al lang een olifantentrap onder zijn kont moeten krijgen. Ja. Kortom, u denkt van dit ook zo'n een project is waar het om corruptie gaat. Money make business, hè, geld verdienen. Ja. En niet om productie mogelijk te maken, denkt u. Dus je bedoelt, je moet niet verwachten dat mensen van de VHP iets verstand hebben van opbouwen van het land. Nee. Daar hebben ze geen verstand van. Nee. Oké, okay. meneer Kalu, ik denk dat ik alle punten met u heb besproken. Mits u ook zelf nog een punt hebt in te brengen. Oh ja, ik las laatst een bericht dat er een vrijage gaande is tussen de VHP en de NDP. Voor de mogelijke samenwerking. Heeft u daar geloof en vertrouwen in? Nou, ik denk dat sowieso de VHP de buis ziet hangen. Ja. Ze willen de regering mag blijven hebben, want ze zijn dol op posities om veel geld te verdienen zonder te presteren. Ja. Dus de VHP gaat kijken met wie ze samen in het regeercentrum kunnen terecht kunnen komen. En je moet niet verbaasd kijken als ze een samenwerking aangaan met de NDP. Is dat geloofwaardig? Echt niet verbaasd kijken. Maar meneer Kalu, hoe geloofwaardig is dat nog naar de kiezers toe? Als dat zo gaat. Nee, ze gaan het doen na de verkiezing. Na de verkiezing? Ja. Maar oké, maar dan nog. Als ze dat doen na de verkiezing, is het toch wel een daad waar ze toch wel dat in strijd is met hun pleidooi, hun propaganda. Hun verhaal al die jaren over de NDP, de leider van de NDP, ik bedoel, daarmee pleeg je toch ook weer vertrouwensbreuk naar je electoraat. Ja, maar dat interesseert ze niet. Ze gaan die mensen gewoon vertellen, een verhaaltje ophangen. Ja. En de mensen gaan geloven en daarom hun aanhang blijft afkalven. Ja. Dus uiteindelijk gaat de aanhang van de VHP laten en verlaten. Zo simpel is het. Heeft de VHP nog een troef in de zin van de etnische kaart? Ik weet niet of ze nog een troef hebben, maar ze gaan het proberen, maar ik denk niet dat het gaat lukken. Ja, is de Hindoestaan nog om te kopen, om te praten, ondanks de ervaringen van de afgelopen 3 jaar,
Om nog hun stem blindelings te geven aan Santoki? Nee hoor, ik denk dat de meeste mensen nu wel een beetje verstandig zijn geworden. Ja, en dat ze dat nooit zullen doen, denkt u? Ja. Oké. Okay. Meneer Kalu, ik ga u bedanken. Regel. Het is weer een genoegen om u gesproken te hebben. En we kijken uit naar de volgende artikelen die vanuit uw pen uiteindelijk in de kranten terechtkomen. En als daar een reden toe is, zullen we bij u terugkomen. Abom? Oké, regel. Dank u wel, tot gauw weer. Dank u. Dag. Ja. Dat was meneer Richard Kalu, lieve mensen. En hier is het inmiddels 4:06. Ai mistranan mi love you Son lazy day epsa Du ere no ben ya di casu a ti de na famili di de so far away Trobie me ala de Ma lo vide na ala sei, so visa avina firi fu lobi di dendra pe. So meri netti psai li prazeri di un oma sridi. O meri vortu tanti a sale guinti, un ome archi. So meri ari psale En met dit prachtig nummer van Rachmat Ahmed Stam, lieve mensen, gaan we hier verder met de uitzending. En aanstaande maandagmiddag dan praat ik met de heren Ashwi Ramcharan en met Hikmet Mahmoud Khan. Woensdagmiddag dan heb ik de heer Swami Gidhari in de uitzending. Wij gaan hier verder met de uitzending tot 7:10. En we zullen kijken of er nog nieuws is, specifiek Suriname. Dan wel algemeen, lieve mensen, tot 7:10 wat mooie nummers met u delen hier op de radio. En dan neemt de computer het daarna van mij over. Morgen zaterdag, dan zullen we herhalingen hier op de radio plaatsen. En maandagochtend 9:00, dan doen we weer live hier de ochtendeditie. En maandagmiddag dus dat gesprek met meneer Hikmet Mahmoud Khan en de heer Ash.